Twee dingen zijn gepresenteerd geworden. Dat heel proces van aanvraag van perceel. Die input. Die throughput, die verwerking. Al die instituten die erbij komen. Waar stukken verdwijnen, waar stukken... Ja, op een gegeven moment gekaapt worden. Gekoept worden. Ik weet niet welke naam ik moet gebruiken. Ja, die dingen gebeuren nog. Hele throughput. Tot en met output. Dat die persoon die bereidheidsverklaring krijgt. En uiteindelijk die beschikking krijgt. Wordt geautomatiseerd. En die presentatie is al gegeven. In de regeringsraad. Ze hebben feedback gehad van ons. Opdracht is gaan met stakeholders praten. Notariaten, landmeters, ministerie, alle afdelingen. Zodat als we iets presenteren aan een geautomatiseerd programma, dat er geen fouten erin moeten zitten. Maar als dat systeem begint te werken, ze hebben 3 maanden van ons gehad als regering. Dan gaat alles transparant zijn. Alles gaat gemonitord kunnen worden. Via computer, via je laptop en mobiel. Neem maar nog voor je stuk morgen. En dan gaan we precies zien waar stukken liggen, bij welke afdelingen, waar het te lang wacht. Dat is wat binnen 3 maanden in orde moet zijn. Tweede presentatie die we gehad hebben in de regering. En u kent ons belofte nog. En tel ik nog meer. Maar president, u had gezegd, alle personen, jongeren vooral, die in aanmerking zullen komen voor een perceel. Ja, dat hebben we gezegd. En we gaan het ook doen. Het neemt soms een beetje tijd. Maar die presentatie afgelopen woensdag in de regeringsraad is geweest. Een portaal. Alles gaat tegenwoordig met de moderne digitale communicatie. Een webportaal waar alle personen, helaas geen 18, omdat de wet zegt vanaf 21 jaar, zich kan aanmelden. Ik zoek een perceel in district A. Zo groot. Ik ga zelf bouwen. Ik zoek financiering. Ik wens een woning van de staat. Voor welke bestemming heb ik nodig? Dat komt daar. En die launch is opdracht gegeven afgelopen woensdag. Die launch is 1 oktober aanstaande. En we gaan het launchen. Dat vanaf die dag iedereen zich kan aanmelden. En dan hebben we managementinformatie met betrekking tot behoefte aan grond en woning. Per district, qua bestemming, qua modaliteit van bouw en financiering. En dat had u inmiddels al gehoord, identificeren van gronden die ik net genoemd heb, die we gaan toewijzen aan burgers. We zullen dit jaar ja starten. Voorbereiding, goede voorbereiding, neemt soms tijd in beslag. Vooral als je in een systeem dit allemaal moet voorbereiden dat vrij chaotisch is. En jammer dat dat chaotisch systeem al de kop van 1 minister al gekost heeft. Voor deze minister zijn er zoveel anderen geweest. Maar na dit systeem mag dat nooit meer gebeuren. Dat grondprobleem een vraagstuk zal zijn van wirwar. Van chaos, van onduidelijkheid, met corruptiegeur en vriendjes. Glow TV. Glow TV पर तमाम चैनल्स आपको मिलता है. देखिए इंडिया, पाकिस्तान या सुरिनाम का चैनल से, बॉलीवुड का तमाम चैनल से, जिस तरह से बी फॉर यू है, सोनी एशिया टीवी, यूके और डायरेक्ट फ्रॉम इंडिया मुमकिन है, पाकिस्तान का बहुत से चैनल्स, जिस तरह से हम टीवी एक्सेट्रा, और सुरिनाम का रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, सभी मजहबी और धार्मिक प्रोग्राम
आप भी देख सकते हैं क्रो टीवी पर, इंडिया, पाकिस्तान या सूरीनाम का हो, क्रो टीवी आपके लिए है। तमाम रेडियो स्टेशंस नीदरलैंड, सूरीनाम, यूके, इंडिया और पाकिस्तान का। एंड डोंट फॉरगेट रेडियो संगम देन हाग का आपको भी क्रो टीवी पर मिलता है। कॉन्टेक्ट कीजिए, तारक नंबर है 001 6 85 89 08 19। हम दोहरा रहे हैं 06 85 89 08 19, तारक नंबर है कॉन्टेक्ट करने के लिए। क्रो टीवी से आप अपने घर पर मजे उठाइए।